Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. Het is de laatste aflevering voor de winterstop, het WK. Het gaat allemaal beginnen. Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als ik. Ik heb er namelijk heel veel zin in. Wat we gaan doen, we gaan eerst even kijken naar de wedstrijden die zijn gespeeld als inhaalwedstrijden van speelronde 12. Ajax speelde 2-2 gelijk tegen Vitesse en Feyenoord won met 1-0 van Cambuur. In speelronde 14 van de Eredivisie speelde Sparta met 1-1 gelijk tegen FC Twente. FC Volendam verloor met 0-4 van FC Utrecht. Weer speelde Ajax gelijk, dit keer 3-3 tegen FC Emmen. PSV AZ werd 0-1. NEC won met maar liefst 6-1 van RKC. FC Groningen Fortuna werd 2-3. Heerenveen won de Friese derby tegen Cambuur met 2-1. De stadsderby Feyenoord tegen Excelsior werd door Feyenoord gewonnen met 5-1. En Go Ahead Eagles tegen Vitesse werd 2-2. Dat betekent dat Feyenoord onverwacht winterkampioen is. Goed gedaan. 33 punten. Ajax en PSV met 30 punten. AZ staat vierde met 29 punten. Dan komt SC Twente op de vijfde plaats met 27 punten. Sparta en FC Utrecht hebben 24 punten. Dan komt Heerenveen met 23 punten. NEC en RKC hebben 17 punten. Go Ahead Eagles en Fortuna hebben 15 punten. Vitesse staat 13e met 13 punten. Ook Excelsior heeft 13 punten. Groningen staat 15 met 12 punten. FC Emmen staat 16e met 11 punten. SC Cambuur staat 17e met 8 punten. En Volendam staat laatste met 6 punten. Dan is dit de voorspellers top 8. En ik ben ook winterkampioen geworden op 1 punt na. 121 punten heb ik gehaald. Sven staat tweede met 120 punten. Jurgen en Lars hebben 119 punten. Joey staat vijfde met 117 punten. Dan komt Colino met 115 punten. Games staat zevende met 114 punten. En Stan staat achtste met 110 punten. De volledige stand is natuurlijk weer te vinden in de beschrijving. En de weekwinnaar is deze week Amersfoort Power. Voor de eerste keer. Goed gedaan. Dan hebben we hier de wedstrijden die we gaan voorspellen in speelronde 15. Namelijk FC Twente tegen FC Emmen. RKC ontvangt Heerenveen. AZ moet thuis tegen Vitesse. Fortuna moet thuis tegen Go Ahead Eagles. PSV ontvangt Sparta. FC Utrecht moet tegen Feyenoord. Cambuur ontvangt FC Volendam. NEC moet thuis tegen Ajax. In de Goffert en Excelsior ontvangt SC Groningen. Voordat ik het vergeet, morgen om 10 uur 's ochtends komt WK voorspellen online. Vergeet niet je voorspellingen in te vullen, want dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Die staat los van dit, krijg je gewoon, hoort niet hierbij opgeteld. Dat is volledig seizoen op zichzelf, maar het is nog steeds leuk als jullie meedoen. Dus ik verwacht jullie daar allemaal in de comments weer te zien. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios amigos.